Ze dachten in het paradijs te komen, maar het bleek te hel. 171 jaar geleden zetten 50 arme boerengezinnen uit Gelderland en uit Utrecht voet op Surinaamse bodem. Het waren de voorouders van de boeroes. En boeroes zijn blanke Surinamers die ook vandaag de dag nog een hechte gemeenschap vormen. Hier in Nederland bijvoorbeeld. Karen Sitalsingh, dochter van een boeroe-moeder, ja. Heb ik al eerder gezegd. U heeft er een boek over geschreven, over die boeroes. Allereerst, wat wist u al van uw familiegeschiedenis? Ik zeg u, maar we hadden afgesproken dat jij zou zeggen. Dat wilde je graag. En ik ook, ja. Heel goed, dan doen we dat lekker. Wat wist ik van de boeroes? Ik wist dat ze in 1845 naar Suriname zijn gegaan, onder leiding van 3 dominees die een plan hadden opgevat om een hervormde gemeente te stichten in Suriname. Ik wist dat er heel veel mensen heel snel zijn overleden. Want ze kwamen onder hele slechte omstandigheden daar. Ja, en waren daar niet op voorbereid. Nee, klopt. Nee, er heeft nogal wat geschort aan de voorbereidingen. Dat blijkt ook uit bijvoorbeeld de paklijsten van de boot. Dat ze wollen dekens mee hadden. Nou ja, dat zegt iets over wat ze wisten van waar geen we eigenlijk aan begonnen. Geen idee waar ze terecht kwamen. Precies, als het 30 graden is heb je geen wollen dekens nodig. Nee. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die ik wist. Ja. En dat dus de helft van die mensen is heel snel overleden. De maar het heeft bij jou thuis denk ik toch altijd wel gespeeld. Want je hebt een blanke moeder met een Surinaamse tongval. Ja. Ja. Dat roept toch vragen op, zou je zeggen? Nou ja, bij mij niet, want ze is wanneer was het gewend? Ja. Maar ik moet heel vaak uitleggen waar ik vandaan kom. En dan zeg ik, mijn ouders komen uit Suriname. En dan, want ik moet eerst uitleggen waarom ik zo bruin ben. En dan zeg ik dat mijn ouders uit Suriname komen. En dan moet ik uitleggen waarom ik zo wit ben. Want als je uit Suriname komt, dan zou je nog donkerder moeten zijn eigenlijk. Precies. Ja, precies. Ja. En dan heb je ook nog eens een keer geen Surinaamse tong. Nee, ook dat nog. Nee, dus ik ben echt aan alle kanten, pas ik in geen enkel hokje. En mijn moeder nog veel minder, want die is dus wit met blond haar, blauwe ogen. En je ziet niet aan haar dat ze uit een tropisch land komt, totdat ze gaat praten. En er zijn ook wel mensen geweest die gedacht hebben van dat ze een geintje met ze uithalen. Ja. Omdat ze Surinaams, dus wel een heel erg Surinaams accent heeft. Ja, nou laten we even kijken. Want we hebben een stukje film daarvan uit een reportage waar ook jouw moeder in voorkomt. Toen ze daar aankwamen bleek dat er eigenlijk alles wat beloofd was niet is nagekomen. Er zijn zelfs verhalen dat de mensen niet van boord wouden gaan. Dat tot huilend toe. Iedereen wou eigenlijk terugkeren. Ja, ja, ja. Ze dachten in het paradijs te komen, ze kwamen in de hel. Ja, ze kwamen in de hel. Maar je zag het ook, die voetstappen in die modder. Je hebt dat zelf, want toen je dat boek besloot dat boek te schrijven, was dat niet alleen maar dossieronderzoek. Je bent er geweest ook, hè? Ja, ik ben er zeker geweest. En die voetstappen in die modder, wat toen die kolonisten ook meemaakten, je hebt ook tot je middel in de modder gestaan. Ja, letterlijk tot mijn middel. Ik dacht eigenwijs te zijn. En mijn neef, die ons rondleidde, die zei nog van pas op, het is hier drassig. Maar ik dacht, ach... Dat zal wel meevallen. Modder, maar dat, ja. Daar kwam ik snel van terug. Ja. En dat hebben die mensen dus ook meegemaakt. Er zouden huizen voor ze gebouwd worden. Er stonden een paar hutjes, maar het was lang niet klaar. Er was van alles mis met de afwatering. Ja, het was gewoon nog lang niet... En de dominee die het bedacht en die ze op sleeptouw heeft genomen... zegt, mensen, wij moeten daar een kolonie gaan vormen. Mm-hmm. Een Nederlandse kolonie, dan gaan we daar boeren en dan wordt alles beter. Want in Nederland was het armoede voor die mensen die gingen. Die dominee die had het zelf wel een stuk beter, hè, dan die mensen in de hutjes, zou ik maar zeggen. Ja, die had het zelf beter voor elkaar. Die heeft een prefab huis laten maken in Breukelen, dat verscheept. En dat heeft hij aan de overkant van Voorzorg, want dit gebeurde allemaal op Voorzorg, een verlaten suikerplantage. En die dominee die heeft zijn huis aan de overkant van de rivier neergezet in het dorpje Groningen. En nou ja, dat huis dat staat er nog steeds. Het is wel heel vervallen. Ik ben er binnen geweest. Maar dat staat nog. Dus daar was niet zo heel veel mis mee. Nee, dat zit hier goed voor elkaar. Nee. En uiteindelijk het hele idee van we gaan daar zitten. We gaan daar wonen. We gaan daar boeren. En dan maken we daar een florerende gemeenschap van. Het is totaal mislukt, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja, die mensen die dus overleefden, dat was ongeveer de helft van de groep, dus een man of 200. Die zijn in eerste instantie naar dat dorpje getrokken, Groningen, waar de dominee woonde aan de overkant. Daar ging het wat beter. Groningen met in Suriname. Groningen dus, in Suriname, inderdaad. Groningen aan de Saramacca-rivier. Ja. Daar ging het in eerste instantie wat beter. Maar op een gegeven moment in 1853 is de kolonie opgeheven na een aantal reanimatiepogingen. En toen zijn die mensen die zijn naar Paramaribo getrokken. Daar is een hele boerenbuurt ontstaan. Ja. Dus een aantal mensen is wel geslaagd uiteindelijk. Ja. En er ook gebleven. Ja, zeker. Maar ook heel veel mensen, de mensen die niet overleden waren, zijn er ook weer teruggekomen. Ja, een aantal, ja. Net zoals heel veel Surinamers natuurlijk nu naar Nederland zijn gekomen. Ja. En even kijken hoor, dat Boeru Kom Makandra, boeren komt samen. In Nederland komen ze nog steeds samen, de mensen die daar geweest zijn, hè? Klopt. De boeroes. Ja. Ja. Je bent daar zelf ook geweest, beschrijf dat eens. Wat is dat voor een bijeenkomst als je daar bent? Het is een Surinaams feestje met Surinaamse vlaggen, Surinaamse hapjes en muziek en heel veel eten. En witte mensen. En ook heel veel gemengde, ook heel veel mensen zoals ik, heel veel kinderen in allerlei kleuren. En heel veel familie, hè? Want ik lees in het manuscript dat je daar zelf was, dat je allemaal neef en nicht ontdekt hebt waarvan je niet wist dat je ze had. Ja, nou ja, dat is die groep kolonisten. Die groep kolonisten is heel lang eigenlijk bij elkaar gebleven als bevolkingsgroep. Dat ze ook eigenlijk alleen maar binnen de eigen groep trouwden. Dus uiteindelijk zijn bijna alle boeroes, of misschien wel letterlijk alle boeroes, op de een of andere manier, als je teruggaat in de stamboom, die stambomen zijn heel erg vertakt. Ja. Er is altijd wel een link te vinden over grootvaders die neven waren of in die orde van grootmoeders. En dat je dan ook helemaal erachter komt, die stamboom volgend, dat je ook familie uit de Achterhoek hebt. Hoe zat dat? Nou, het grootste deel van die groep kwam uit Gelderland en Overijssel. Ja. Mijn bedovergrootvader, die heette Gart-Jan Loor, die was timmerman op Slangenburg in Doetinchem. Is daarheen gegaan als vrijgezelle man. Er gingen veel gezinnen, maar ook mannen en vrouwen als vrijgezel. En hij is daar getrouwd met Frederica Dobbenberg, die geboren was in Apeldoorn, maar vrije arbeidster was in Oosterbeek, die daar ook als alleenstaande heen is gegaan. Nou, ze hebben elkaar daar gevonden en kinderen gekregen. Hij is heel jong overleden, waarna zij is hertrouwd met mijn bedovergrootvader van de andere kant. Ja. En ben je dan voor je boek ook, ik weet niet hoe ver dat gegaan is, ben je ook naar Slangenburg geweest om ook daar zeg maar, het spoor terug te volgen? Ja, zeker. Ja, ik ben daar samen met mijn ouders geweest. En mijn moeder was daar voor het eerst. Ja, ik ook trouwens. En dat was heel bijzonder. Dat was heel bijzonder, ja. En wat ik nog even, want je zei dat net al, hè, wie met wie trouwde. Mm-hmm. Ze bleven heel erg bij elkaar. Er werd zeker die eerste tientallen jaren niet gemengd met Surinamers. Nou, sterker, dat is pas van de laatste 50, 60 jaar. Maar met Surinamers, je zegt met Surinamers, maar op een gegeven moment zijn ze natuurlijk zelf Surinamers geworden. Ja. Dus dat Surinamers onder de Surinamers, maar wel binnen hun eigen beperkte gemeenschap. De andere bevolkingsgroepen, precies. Ja. Maar is dat inderdaad, heeft dat zo lang geduurd? Dat heeft lang geduurd, ja. 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 Maar dan had het ook geen enkele kans van slagen natuurlijk op die manier al. Want was dat ook iets wat van de dominee uitging? Die vond dat ze het met elkaar moesten doen daar, die gemeenschap opbouwen? Ja, daar kom je niet echt achter. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb geen dagboeken gevonden waarin hij dat letterlijk zegt. Was dat moeilijk? Is er weinig overgebleven? Is er weinig opgeschreven van het verhaal? Want je spreekt met heel veel mensen. Mm-hmm. Dus het gaat veel orale geschiedenis waar je het van moet afleiden allemaal. Maar goed, er is natuurlijk niemand die nog uit 1845... Nee, dus het is allemaal inderdaad van horen zeggen. Ik heb wel veel documenten gevonden in archieven. Maar echt uit de eerste hand van die mensen. Ja, het waren maar eenvoudige mensen. Het waren geen hotemetoten van wie die in de krant kwamen. Dus ja, en veel konden in eerste instantie ook niet lezen en schrijven. Dus het is niet zo dat die nog hele dagboeken hebben achtergelaten. Wat heel jammer is, dat was te gek geweest. En die dominee die voor zichzelf aardig voor elkaar had, hoe is daarmee afgelopen? Die is 19, maar ik bedoel natuurlijk 18. Volgens mij in 1857 teruggekeerd naar Nederland vanuit Suriname. Nou, het is hem daar ook niet al te makkelijk vergaan. Want hij heeft een aantal kinderen verloren. Zijn vrouw is redelijk vroeg overleden. Hij is teruggekeerd naar Nederland en heeft een tijdje in wijk bij Duurstede gewoond. Is toen verhuisd naar Terwolde. Daar is hij overleden en begraven. En volgens mij is hij redelijk roemloos
En er is eigenlijk geen aandacht aan zijn overlijden besteed in kranten uit die tijd. En, dus ik denk dat hij toen een beetje, ja, niet heel veel... Mag ik wat vragen? Die Hindustanen, dat is dus ook een vrij grote bevolkingsgroep, ja, in Suriname. Hè? Hoe zijn die daar gekomen? Die zijn daar gekomen als contractarbeiders. Vanaf 1873 is de eerste groep gekomen. Dus dat is later geweest. Klopt, ja. Dat is de boeren of de kolonisten. De Nederlandse kolonisten waren eigenlijk de eerste bevolkingsgroep. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Dat is na de Creole slaven. Ja. De slavernij is afgeschaft in 1863. Mm-hmm. Ja, is dus afgeschaft nadat de boeroes daar gekomen zijn. Ja. Klopt. En dat was ook een van de redenen voor die kolonisatie. Suriname was heel erg afhankelijk van de plantages. Maar de afschaffing van de slavernij hing in de lucht. En de overheid was bang dat die plantages zouden leeglopen. En dat de hele economie zou instorten. Dus er zat toch een economische gedachte achter weer om daar naartoe te gaan. Ze wilden een hardwerkende middenklasse kweken. Nou ja, dat is dus mislukt. Maar ja, om dat gat op te vangen zijn later inderdaad de contractarbeiders uit India gekomen. En zo, dat is hoe de Hindustanen zijn. Maar het is een beetje een Bijbels verhaal eigenlijk. Hè? Allemaal achter die dominee aan en dat bleek uiteindelijk een valse heiland. Ja, dat was ook zo. Ja, ja. 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 Nou, het is allemaal te lezen in Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers. Maar het boek is er nog niet, hè? Oktober komt hij uit. Uit. Maar het is nu wel helemaal klaar. Ik heb mogen lezen in het manuscript. Het is mooi geschreven. Nou, in oktober komt het uit. Ja. Goed, Karin Zietalsing, dank je wel. Dank je wel.